Het kan soms voorkomen dat je iets ziet waarvan je dacht dat het nooit bestond. Sommige hele kleine, maar soms ook iets grotere uitvindingen waar je echt versteld van staat. In deze top 10 hebben we het over de 10 handigste uitvindingen die jij niet kent. Wat zou volgens jou echt een handige uitvinding zijn? Laat je mening achter in de comments. QB Robot Nanny. Wanneer je een druk leven hebt, dan is er vaak niet genoeg tijd om ook nog op de kinderen te letten. Vaak willen ouders hun kinderen ook niet aan andere mensen toevertrouwen. Speciaal voor deze ouders is dus de QB Robot Nanny ontworpen. Het is een slimme robot die je helpt bij dit soort taken. QB de robot checkt jouw huis en meldt via je smartphone wanneer er mensen in je huis zijn. Daarnaast vermaakt hij je kinderen met muziek, audiobooks en podcasts. Van op afstand bepaal je zelf wat je wil zien. De camera draait 300 graden en kan 90 graden gekanteld worden. De QB Robot Nanny zorgt voor directe communicatie en interactie met live video en geluid. Het zorgt hierdoor voor de nodige aanwezigheid en betrokkenheid met de kinderen. Met de QB app is het mogelijk de QB aan te sluiten op de tablet via Bluetooth. Zo kan je dus op afstand de kinderen in de gaten houden. Natuurlijk kan je de QB Robot ook gebruiken voor andere doeleinden. Secret Bracelet. Ooit je smartphone op je arm willen hebben? Dan moet je zeker uitkijken naar de Secret Bracelet. Deze armband projecteert je smartphonescherm op je arm, waar je deze ook nog kan bedienen door het aan te raken. Tof, hè? Je zal het gevoel krijgen alsof je in een of andere science fiction film terecht bent gekomen. Door middel van een kleine projector en 8 miniatuursensoren in de armband is deze in staat om het telefoonscherm te projecteren op de arm. De armband beschikt over Bluetooth en wifi-verbinding, waardoor je de armband kunt verbinden met een smartphone. Daarnaast bevat het ook nog ingang voor micro-USB-stekkers en kan de armband trilsignalen uitzenden. Beweeg je pols heen en weer en je scherm start op. Hierna kan je de telefoon bedienen door op de projectie op je arm te drukken. Tijdens het drukken wordt er een sensor onderbroken, waardoor de sensor een instructie stuurt naar de processor van de armband. Hoe geweldig is dit? Polaroid Pop. De Polaroid-camera was vroeger een hele grote hit. Zo maak je een foto en binnen een minuut heb je het al in je handen. Maar nu heb je de Polaroid Pop. De Polaroid Pop is een kleine portable camera die van digitale foto's 3x4 formaat de klassieke Polaroid-afmeting kan maken. Dat wil zeggen dat het een digitale camera is die wel direct foto's kan afdrukken. Het is een camera met een modern design met verschillende functies, maar wel het nostalgische gevoel van de analoge Polaroid-camera's. De camera heeft een LCD-touchscreen waarmee je alles kunt bedienen. Je kunt een set van 10 Polaroid-films in de camera doen om mee te fotograferen. De camera heeft een 20-megapixel camera met Full HD video, een flitser, ruimte voor een micro-SD-kaartje en kan verbonden worden met je smartphone of tablet via wifi of Bluetooth. De camera is heel makkelijk te bedienen. Het voordeel van de Polaroid Pop is dat je foto's niet direct worden afgedrukt. Heb je zelf een leuke foto gemaakt? Dan kun je zelf beslissen of je deze wilt afdrukken. Voordat je de foto daadwerkelijk afdrukt, zijn er nog allerlei opties om je foto te bewerken. Snapchat zonnebril. Ooit gehoord van de Snapchat zonnebril? Ja hoor, die hebben ze ook al uitgevonden. De Snapchat zonnebril is een must-have voor alle Snap-gebruikers onder ons. Met het laatste snufje technologie afkomstig van de app zelf kun je filmpjes van 10 seconden opnemen die je via de app kan sturen en bewerken. Je kan maximaal 3 video's achter elkaar opnemen voor 1 story. De opname kun je vervolgens synchroniseren met je applicatie, waar je het kunt delen met vrienden en volgers. De camera's zitten op hooghoogte en maken ronde video's. De Snapchat zonnebril ziet er met de heldere kleuren en opvallend grote glazen uit als een speelgoed, maar er zit een serieus stuk hardware in verborgen. Via de knoppen in de bovenhoeken start je de opname en deze lichten dan meteen op. Hierdoor kan je ook zien dat het aan het filmen is. De opnames worden gemaakt onder een hoek van 115 graden. Dat is groter dan dat van smartphones en gewone digitale camera's. De beelden zijn zo kleurecht alsof je met je eigen ogen bekijkt.
6. PRS. Hoe weet je of jouw vlees in het koelvak of koelkast nog goed is om te gebruiken? Zeer waarschijnlijk zal je eraan gaan ruiken. Nu hoeft dat niet meer met de PRS. De PRS is een gadget dat vlees scant om te testen op versheid en bepaalt of het nog steeds geschikt is om te koken of dat het eigenlijk tijd is om het weg te gooien. Je kan het gebruiken om de kwaliteit en versheid van varkensvlees, rundvlees, kip en vis te bepalen. De PRS kan je zien als een elektronische neus. Wanneer je de PRS wil gebruiken, breng je het apparaat, dat je gemakkelijk in je hand kan houden, dicht bij het vlees en druk je op een knop. De ingebouwde sensoren, ammoniak, temperatuur, vochtigheid en VOC, zullen de lucht rond het vlees meten en de resultaten via Bluetooth verzenden naar een bijbehorende mobiele app, compleet met aanbevelingen over de veiligheid van het product. Vijf. Norpro Onion Holder Odor Remover. Traantjes laten tijdens het uien snijden in de keuken behoort nu ook tot het verleden dankzij de Norpro Onion Holder Odor Remover. Het is ook gemakkelijk te gebruiken voor shallotten en tomaten. De roestvrije stalen tanden houden de ui stevig op zijn plaats en met je mes snij je de ui tussen de tanden. Op deze manier heb je uienschijfjes van dezelfde grootte en dikte. Het apparaat zorgt er ook voor dat je geen last hebt van de uiengeur en dus ook geen last hebt van tranende ogen. Het apparaat is het gemakkelijkst te gebruiken wanneer je de ui in tweeën snijdt en vervolgens in de houder drukt. 4. Pizzaschaar. De pizzaschaar is een hele uitkomst voor de pizzaliefhebbers. De pizzaschaar is speciaal ontworpen om pizza's mee te knippen. Het handvat is omhoog gezet, waardoor je je handen niet vuil maakt wanneer je door de pizza gaat tijdens het knippen. De onderkant van de schaar bevat een dwarsstuk, waardoor hij niet met de punt in de pizzapan steekt en deze beschadigt. En ook geeft hij tegenkracht tijdens het knippen, waardoor de schaar netjes onder de pizza blijft zitten. De vorm, welke is vastgemaakt aan de schaar, is ook de vorm van een pizzapunt. 3. Lego tape. Als kind hebben we allemaal wel eens met Lego gespeeld. Maar weet je dat er nu ook Lego tape bestaat? Dit geweldige product zorgt ervoor dat je overal Lego op kunt monteren. Op elke oppervlakte kan je nu je eigen Lego creaties maken. Het kan op een vlak oppervlakte, maar ook op rotsen en stenen. Door de tape aan de onderkant blijft het overal aan plakken. Zo wordt de creativiteit van het kind nog meer gestimuleerd. Mica Toy Block Tape, zoals de tape officieel heet, is verenigbaar met de bouwstenen van Lego, Mega Bloks en Creo. Zo maak je nog leukere creaties van Lego en je kan ook nog zijdelings bouwen. Met deze handige uitvinding kan je ander speelgoed nu ook meenemen in jouw Lego spel door de tape te gebruiken. 2. Universeel inpakpapier met woordzoeker. Dit inpakpapier kan nog eens gezellig worden. Het is geschikt voor elke gelegenheid. Het enige wat je moet doen is het cadeau inpakken en vervolgens de gelegenheid in de letters zoeken en dan omcirkelen. Het cadeaupapier is een ontwerp van Fabio Milito en Francesca Guidotti. Het inpakpapier is mooi te combineren met linten en decoraties. Perfect te gebruiken voor de feestdagen. De letters en kleuren zijn duidelijk leesbaar op de zilveren achtergrond. De achterzijde van het papier is geheel wit van kleur. Zowel het zwarte als de gekleurde inkt is milieuvriendelijk. 1. Scribble pen. Dit is echt een super uitvinding. Deze pen kan je op elk voorwerp met een kleur richten en vervolgens neemt de pen deze kleur aan. Het is eenvoudig en comfortabel mee te werken. De scribble, zoals het genoemd wordt, plaatst alle kleuren van de wereld in jouw handen. Scan elke kleur in je omgeving en begin ermee te tekenen of te schrijven. Scribble slaat ook je kleuren op, zodat je ze kan uploaden, delen en gebruiken waar en wanneer je maar wilt. Met de ingebouwde kleurensensor kan je elke kleur vastleggen. Je moet de pen gewoon naar een object of oppervlak richten en op de knop drukken. De pen kan je ook synchroniseren met je mobiel. De Scribble Ink Pen wordt geleverd met 3 tips die verschillen in afmeting, waardoor je de vrijheid hebt om jezelf zo goed als mogelijk uit te drukken. En tot zover deze top 10 handigste uitvindingen die jij niet kent. Wat zou je graag voor jezelf willen hebben? En wat hoop je dat ze gauw uitvinden? Laat je mening en reactie in de comments.
Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe top 10 video uploaden.